Albert Verlinde straalt van geluk in het licht van het recente succes van de musical Jesus Christ Superstar. Als theaterproducent geniet hij van een ongekende triomf, waarbij het aantal verkochte kaarten per dag alle records lijkt te breken. In een interview met Party deelt Albert zijn vreugde over dit ongekende succes en blikt hij terug op de start van de productie. Het gaat momenteel zo snel, dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. De verkoop van kaarten per dag is ongekend hoog. Blijkbaar hebben we de juiste snaar geraakt bij het publiek, glundert Albert. Het succes heeft zelfs geleid tot extra shows die gepland zijn voor Augustus, een teken van de overweldigende respons van het publiek. Aan het begin van de musicalproductie heerste er echter ook spanning, vooral bij de keuze van jean Macroy als hoofdrolspeler. Ondanks zijn indrukwekkende auditie en fantastische zangkwaliteiten had Jeanbu nog geen ervaring in zo'n grootschalige productie. Voor mij draait alles om avontuur. Changu heeft een geweldige auditie neergezet, zijn zang was werkelijk fantastisch. Hij bezit het charisma dat je associeert met Jezus. De vraag was echter of hij die uitstraling anderhalf uur lang op het podium kon behouden, zes keer per week, te midden van alles wat er om hem heen gebeurde. Onze verwachtingen waren al hoog, maar hij heeft ze allemaal overtroffen, benadrukt Albert. Het succes van Jezus Christ Superstar is niet alleen een triomf voor de productie, maar ook een bevestiging van Alberts instinct voor het kiezen van talent en het aangaan van uitdagende avonturen in de wereld van theater.